Oh, en dat heet Café Bom Dia. Degene die het weten, die mogen het eronder zetten, onder deze video. Ja, goedemiddag. Hallo lieve vrienden. We leven vandaag alweer op... En wat voor dag is het vandaag? Dinsdag? Ja, dinsdag. Wat gaat het dan hard? Op 20 augustus om 13:26. Ik ga zo weer even met Rijka uit. Ik moet weer even naar de Zeeman even wat ruilen. Ik krijg vanmiddag weer bezoek, Sandra. Dus ja, en ik moet weer aan het werk met renderen. Ik moet deze camera nodig leeghalen, dus ik hoop te doen. Maar ook deze ruilen wat daarin zit. Ja, dat komt allemaal wel goed. Oh, dat kan ik dus ook zo aan het einde van de middag doen hoor. Ja, specifiek à la minuut weet ik veel wat. Nee, dat is niet nodig. Nee, het is niet... donderdag is het. Nee, het is donderdag. Ik denk, ik zit helemaal verkeerd. Het is donderdag. Ik ben met dinsdag. Gisteren was het woensdag. Andere bekken is gisteren geweest. Ik ben helemaal even van mijn bravo. Ja. Dan gaat het telefoon gewoon. Een ander geluidje. Ah, dat is Karin. Ja, loodjes. Ik ben net aan het vloggen. Ja, dat is waar. Ja, goed hè? Ja, ik was helemaal van ma prepau. Ik dacht dat het dinsdag was en dat Sandra zou komen, maar nee, het is donderdag. Ja, maar ja, dat gebeurt wel eens iedereen, denk ik zo of niet dan. Toch? Mij ook wel vaak. Ja, daarom. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik doe het ook en ik doe het met een glimlach. Ja, ja, dat doen we allemaal, of niet dan, Karin? Ja, dat doen we zeker. Ja, dus daarom. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, hallo lieve vrienden, ik ben weer thuis met Rijka. En Rijka die laat ik nou ook thuis, want het is toch wel behoorlijk warm. Ik doe zo meteen mijn jasje, denk ik ook wel. Ja, ik weet het niet, ik heb mijn sleutels weer nog erin. Maar ik heb de mouwen omhoog, dus ja. En daar is meneertje Kanloff, die wilde zo te zien in. Doen we dat ook even. Ga jij eens even weg met dan. Hup. Zo. Kom maar. Kom maar. Kom dan. Nou, kom dan. Ja, kom. En dan proberen we hem even achter de deur te krijgen. Laat dat. Kanloff, kom maar. Kanloff, laat dat. Kom maar, Kanloff, kom maar. Kom dan. Kom maar. Kom dan. Ik ga straks eten. Nou, dan pak ik hem even op, lieve vrienden, want dat, zo gaat het niet. 1, 2, hoppakee. Achter de deur, geen geduld. Zo, nou, ook weer gedaan. Maar in ieder geval, ik ga even naar de bekende winkel Zeeman. En ik ga weer naar de andere bekende winkel waar ik aan het volgen ben, die meneer. En kijken hoe we zo ergens anders op bezig zijn. Dus komt goed. Ik zou zeggen, jullie gaan mee, dus geniet. Doei. Nou ja, hij is dus nog steeds niet klaar, maar het maakt niet uit. Er is al wel een pand
in gebruik. Daar kun je al op een terrasje zitten en dat is daar. Althans, terrasje, het is een noodaangelegen terras met rubbermatten. Ja, ook de klok zit er nog niet in. Dus we rijden eventjes langzaam die kant op. Oh, dat is zo langzaam. Kom zo bij je. Hier zijn ze ook druk bezig. Want hier staan de deuren open. Je ziet de lading buizen en slangen, etc. liggen. Nou, en dat is café, ja, weet ik veel wat. En hier komt de keurslager dus. Ja, en die hebben een heleboel slangen, et cetera, nodig om de vitrines aan te sluiten. Noem maar op. Huppata. Een paar kuiltjes in de weg. Oh, en dat heet Café Bom Dia. Ja, ik mag die mensen verder niet dichterbij, want dan worden ze herkend en dat mag dus niet. Café Bom Dia. Nou, dan weten jullie dat ook weer eventjes. En het is halte Bellevue. En daar komt de klok nog te zitten. Ja, hij is heel mooi. Maar ja, dat zien we wel later hoe die verder, als alles op bezet is, hè. Ja, de klagen erin en die ene zaak erin waar ik graag kom. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen tot straks. Nou, hij schiet weer aardig een eind op. Maar ik weet nog steeds niet wat het voor moet stellen. Nee, maar wie ben ik? Ik zou het niet weten. Ja, 3D. Maar wat een 3D. Je moet toch iets erin kunnen zien. Ik zie dat niet, ja. Degene die het weten, die mogen het eronder zetten. Onder deze video. Weet u al wat het wordt? Weet u al wat het wordt? Nee. Ah, ik ben een vlogster, dus ja. Vraag me ook af wat het wordt. Ja, 3D. Het is een, dus je ziet een diepte in, maar hoe wat het worden moet? Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Hij
helaas, pindakaas, ik weet het niet. Maar ja, even naar de grond. Want ik ga dus toepen op. Ik ga even vragen stellen hier en daar. Weet u wat het worden gaat? Ook niet. Denk ik vragen van een voorbijganger die ook staat te kijken. Want ik ben een vlogster. Dus ja, we zijn nieuwsgierig. Ja, maar hij, dat is een buitenlander. Hij komt, zo niet eens uit Engeland. Waar komt hij vandaan? Stond in de krant. Dus ik zou het niet weten. En ik ken helemaal geen buitenlandse talen. Zoals Engels ken ik niet. Althans niet zodanig dat ik er een gesprek mee kan beginnen. Ja, er zijn er een heleboel hè, die het zich afvragen. Maar ja, we gaan eens even op het terras vragen. Wie weet wat het gaat worden? Wie weet wat het gaat worden? Dat is. Ik ook niet. Ik ben namelijk een vlogster en we vragen ons allemaal af wat het gaat worden. Ik zag al niet pas dat u het zegt. Staat je netjes, die man die doet zich zo zijn best. Ja, dat is wel mooi. Aan de voorkant is het ook daar. Ja. Dan moet je, zal je op moeten staan en even die kant op moeten lopen. Ja, het ziet er wel mooi uit. Maar ja, wat het worden gaat, het is 3D, ja, maar wat? Dus. Wat het worden gaat, ik weet het niet. Dames! Dames, weet u wat het worden gaat? Ik hoor hem niet. Die man is een auto over jou. Ja, die auto die... Je kunt mij vinden op mijn YouTube kanaal, als je dat wilt. Dus. Nou, we gaan dan maar weer een stukje verder. Ja, nou, ik doe jullie weer even uit. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, ik heb iets weer nieuws aan. Even, ja. Ik had een heleboel dingen in de was en iedere keer waren hetzelfde aan. En toen zag ik deze hangen en ik vond het zo gaaf. Het is een lange jurk. Ja, lekker ding. Lekker flutter ding. Hij zit gewoon lekker om je heen, dus heerlijk. Ik heb een vraag aan jullie. Als jullie nou weten wat het gaat voorstellen daar op die muur van die desbetreffende winkel, zet het dan er even onder. Want wij vragen het hier ook af en we weten niet wat het is. Ja... Oh, ja, kan wel die angst. Nou, je laat me janken. Maar oké, ik ben een leuke dag toch, tot zover, ja. Maar nou, ga ik een bakje koffie maken. Ik ga even de diertjes weer verwennen, omdat ik weg ben geweest. En ik heb zelf trouwens ook wel zin in wat, ik weet ik al niet wat, maar ja, doe er niet toe. En daarna ga ik de computer aan doen en dan is het gewoon weer normaal even aan het werk. Ja. En nou deze die kan in de was. Die is eigenlijk smerig, die moet gewassen worden. Dus ja, dat gaat gewoon in de was. Ah, ik ben wat vergeten aan te doen. Nou, de wasmachine dus. Maar oké, dat doen we straks wel en ik ga eerst even koffie maken en ik zal zien dat Rijka binnen kan komen en wilt komen. Ja, en toen werden we helemaal onverwachts onderbroken, want mijn camera was vol. Ja, kan gebeuren. Dus ik heb hem eerst maar geleegd en eventjes excuses aanbieden.
Want ja, daar kon ik ook niks aan doen. Nee, ik had het aan één kant kunnen weten. Ik had hem eerder leeg moeten halen. Normaal doe ik het één keer in de week. Maar ik ben er met het weekend er ook niet echt aan toegekomen. En ja, ik heb hem nou wel gelegen enkel vanaf deze afgelopen zaterdag nog niet. Tot nu, want dat is weer een week. Hè. Normaal doe ik het zaterdag of zondag eraf halen. Ja, kom je er niet aan toe, dan ga je door. En dat moet eigenlijk niet. Maar oké, het is nou gedaan. We gaan gewoon weer verder met die banaan. Ja toch? Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga aan het werk. Ik geniet ook. Ik zeg het tot later.